De warme nazomer gaat volgende week records breken. Daarover zo meteen meer. Maar intussen liggen de winkels vol winterspullen. Het is op dit moment inderdaad opvallend droog in Nederland. En de vraag naar slippers is groter dan naar regelaars of warme sloffen. Bij de ijssalons is het wel druk. En voor de jonge dame. De eigenaar heeft maar één probleem. Zijn personeel is weer naar school. De weekenden kunnen we natuurlijk wel vullen. Maar nu is het vooral als de scholen uitgaan. We hebben smiddags op dit moment doen we het gewoon met z'n tweetjes. Ouderwets, zoals we begonnen zijn. We zitten minder in een Indian summer, zoals ze dat in Noord-Amerika noemen. Of op z'n Europees een oude wijvenzomer. En helaas, na 2 weken uitstel moeten de strandhuisjes vandaag toch echt worden afgebroken. Maar deze eigenaren blijven er vrolijk onder. We hebben altijd wel een plekje waar we kunnen zitten. En ik heb altijd het zonnetje in huis. Oude hoed, hè? En er is ook begrip, want de zee wordt de komende weken zo krachtig dat golven tot de duinen kunnen komen.